In Alphen aan de Rijn voelt 88% zich gelukkig en is daarmee de meest happy gemeente van onze regio. En de één na gelukkigste van het land. Gouda en Zoetermeer doen het ook best goed op de geluksmeter. Ik ben op dit moment heel gelukkig. En hoe kan dat? Dat heeft te maken met een aantal factoren. Het feit dat ik gelukkig ben in mijn relatie, 23 jaar getrouwd. Twee kindertjes heb die gelukkig en gezond zijn. Ik kan niet anders zeggen dan anders. Ik heb een leuke baan, ik heb een goede relatie, ik heb leuke kinderen, ik heb een klein kind. Dus ja, alles loopt op rolletjes. Maar de grote steden Den Haag en Rotterdam bungelen onderaan. Dat heeft er vooral mee te maken dat in Den Haag andere type mensen wonen dan in Alphen aan de Rijn. Dus Den Haag heeft relatief meer werklozen, mensen met een laag inkomen, alleenstaande en eenoudergezinnen. En mensen met een niet-westerse achtergrond. Alphen aan de Rijn kennen we vooral van de grote drama's. Hebben die invloed op het geluksgevoel? Natuurlijk drukt dat het geluksgevoel. En je kan dat ook terugzien in de data wanneer er een grote ramp heeft plaatsgevonden. Dat mensen zich tijdelijk minder gelukkig voelen. Maar wonden helen zich ook over tijd. Bovendien bij de meting van geluk voor gemeenten. Ja, wacht even hoor. U mag het in een grote stad als Den Haag heb je dus de meeste kans op ongelukkige mensen. Waar heb je het over? Mijn glas is altijd half vol. Ik maak er gewoon wat van. En je levenslessen. Het is een cadeautje.